Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Monsters University. Zoals je ziet zijn we met Sully, onze groothaarige vriend, in Disney's Infinity. En we gaan dit keer een missie doen. We gaan een hele spannende missie doen. We gaan namelijk een reddingsactie doen. Nu zou je afvragen, Vincent, wat de hel bedoel jij? En ja, ik weet het zelf ook helemaal niet. We gaan in ieder geval even kijken, want we hebben een missie die we nu geactiveerd hebben. Dus we moeten eerst eventjes door deze poort. Hey, makker. Dit is een kortere weg naar Fredro, maar we hebben niet genoeg schrilblik om twee poorten tegelijk open te houden. Om ervoor te zorgen dat je maten niet buitengesloten worden, blijft het groene lampje op het bedieningspaneel aan dat alles oké is, snap je? Ja, ik vind het best. Er staat een groen lampje aan, dus we kunnen gewoon niet naar binnen. Ik volg dit pad en dat brengt ons naar een nieuw stuk eiland wat ik vorige keer beloofd, maar dat is niet de goede weg naar de reddingsactie, want er zijn er namelijk twee mensen van het MU, Monsters University school, zijn er twee gasten. Zijn er... Wat is dit? Oh, oké, dat moest laden of zo. Ik dacht, hè, wat is dat voor muur? Nou, een laadvenster of zo. Ik heb het nog nooit gezien. Maar hier komen we dus in een nieuw gebied. Dat is dus buiten de stad. Nu heb ik de missie voltooid, heb, ga ik weer terug. Want dat is niet de goede plek waar we naartoe moeten. We gaan namelijk die gasten gaan we helpen in die reddingsactie. Want ja, ik vind dat mijn team gaat gewoon voor alles. En dat is eventjes op een plek waar we even door de hele map moeten lopen. En we kunnen niet harder dan dit lopen. Dus we gaan gewoon even genieten van het uitzicht. En het uitzicht is mooi. Dit is de Monsters University ingang. Echt prachtige poorten. Ik vind het ook super leuk om dit te zien. Oké. Okay. En daar wordt de gast nog steeds bedolven door die smerige etters. Daar kan ik trouwens ook weer wat nieuws gaan doen. Een missie of zo. Ik ga eens kijken wat dat inhoudt. Oh, die gast weer. Die hou ik niet van. Wacht, let op. Weg, weg. Weg, weg, weg. Zo, hoppakee. Opzouten. We gaan dit eens kijken. Wat is dit voor iets? En, oh, klaar voor een uitdaging. Klaar voor een uitdaging. Campusverzamelaar. Pak zoveel uitdaging mogelijk. Oké. Aantal. De huidige toptijd. 2 minuten. 12 bolletjes. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. Dus het is een beetje speedrunnen. We gaan rennen. Alle bolletjes moeten we halen. Daar een bolletje. Daar nog een bolletje. Daar een bolletje. Maar die gasten, dat zijn zo vervelend. Die houden me zo op, hè. Die gasten houden me echt op. Dat is zo vervelend. Wauw. Nou, ik haal het op zich wel makkelijk. Ik kan die normaal ook wel gaan halen. Het is wel irritant dat die gasten zo tegenwerken. Ik ga hem proberen op normaal nog. Dat we in ieder geval wel alle dingen op makkelijk en normaal. Alle uitdagingen kunnen halen op makkelijk en normaal. Dat zou gewoon heel tof zijn. Daar gaan we. Dit is je doel. Uitdaging 220 voor Monsters University. En de F heeft 290. Dat is gewoon 70 punten verschil. Ik hoop dat dat nog een beetje verandert dadelijk. Oké, dit gaan we schrikken. Gaan we hierop. Zo. Gaan we hier naar boven. Maar dit kan echt niet sneller. Ik denk dat ik het nog best wel zal halen hoor. Moet kijken. Ik kan het best wel snel doen dit. En we krijgen 2 minuten. Oh, 25 bollen moet ik nu. Ik had het helemaal over het hoofd gezien. Zoveel stuks. Oh. En geen gasten bekennen die me tegenhoudt hier. Nog niet. Gelukkig niet. Oh, we krijgen een gouden ster. Ik weet niet wat we hebben gedaan. Maar in ieder geval het zal wel goed zijn. Vijf. Iets naar die kant zo. Ziet er goed uit. We komen op het dak. Grandioos. Via het dak gaan we naar... Zo ja, geweldig. Op zo. We hebben het bijna gehaald. Geweldig. Oh jee, dan moet je daar 35 bolletjes halen, denk ik hoor. Ja, want het gaat nog helemaal door, zie je het? Fantastisch. Wow. Nou, dat hebben we gehaald. We kunnen nog later kijken als we die hard kunnen halen. We hebben in ieder geval nu al heel veel punten. En dat is alleen maar goed. We gaan eens even verder... Door Monsters University, de school. Prachtige, mooie school. Een grote school ook. En hier zitten tenminste ook normale studenten. Daar was de paintball map, de poort. Maar verderop in de hoek, daar konden we nu heen. Dat zagen we in het filmpje. Ik weet niet of jullie het filmpje ook zagen. Ik zie ook dat de school wordt verbouwd, zie je het? Er zit een grote omhulsel heen. Maar in de klokkentoren, daar zitten die gasten. Dus we moeten denk ik die klokkentoren gaan beklimmen ofzo. Een stuk van de campus met de klokkentoren is afgesloten wegens renovatie. We moeten een manier bedenken om over de poort te komen. Oké. Okay. Nou, we zien een vraagtekentje. Misschien kan die helpen. Druk op X om decoratie te plaatsen of te veranderen. Ik ga deze eens even kapot maken eerst. Altijd puntjes, altijd makkelijk. We gaan eens even kijken. Versieren. Wat kunnen wij doen?
waarom, inderdaad, plaatsen wij dit niet? Huppakee, ja! Makkelijk! En twee vlaggetjes gepakt. Ik wacht hier. Prima, nou. Goed, we zijn dus verder bij een nieuw plekje. En dit is de grote klokkentoren. Wow. En ze leiden ons rechtstreeks naar de klokkentoren. Terry en Terry zitten bovenin vastgebonden. Jij kunt vast daarboven klimmen en ze bevrijden. Dat is helemaal prima. We gaan dus een grote klimactie doen hier. En wat is dit? Een grote poort? Kunnen we hier wat mee doen? Open kluis. De kluis zal opengaan als alle vereiste velden hem hebben gebruikt. Oké. Nou, de vereiste velden heb ik nog twee monsters bij nodig. Ik heb Sully nodig en dat is Draki. Oké, Mike heb ik nodig. Mike en dat Draki. Maar die heb ik dus niet, want ik heb één poppetje. Dat bedoel ik met het uitmelken van, hè. Dat je al die poppetjes moet kopen. Maar ik heb dus Sully, ik heb die pirate mannetje. En ik heb, welke nog meer? Die Incredibles mannetje. Nou, ik heb ook Donald en Brave natuurlijk en Stitch. We gaan dus naar boven. Dit is de goede kant. Ik denk dat dit gewoon de goede kant is. Dat hopen we dan, hè. Kunnen we hier naar boven toe? Nee, we moeten dus via dit gaan springen. En dan hier naar boven. Ik denk dat we hier naar rechts gaan. Ik gok het maar hoor. Daar kunnen we ook naartoe. Laten we dat ook maar meteen gaan doen. Eentje naar voren. Ik pak ook het vlaggetje. Ik pak nog een vlaggetje. Er zitten allemaal vlaggetjes verborgen hier. Vandaar dat ik vorige keer moeite had om ze allemaal te vinden. Ze laten gewoon plekken waar ik normaal niet kwam. We hebben nog eentje. Zit daar om de hoek nog wat spulletjes? Ja, daar zit nog iets. Zag je het? Ja, je moet goed kijken hoor in het spel. Let op. Die muziek is ook heerlijk, hè, jongens. Oh, dat kan ik me verdiepen in de muziek. Zo. Hier laten we ons vallen. Wat hebben we? De arm in de arm of zo? Dat was in ieder geval, het was heel apart. Gaan we hier naar boven? Klimmen en we klauteren. Sully is een heel stoer monster. Wat kunnen we hier openen? We kunnen een kist openen. Wat zit daarin? Daar zit in een nieuw speelgoed. Don Carlton, een volwassen student die verder wil leren over computers. Nu beschikbaar in de Toybox. Dat is zeker goed. Hoe komen we hier omhoog? Moeten we hier gaan klimmen met die touwen? Ik weet niet. Hoe kunnen we dit in vredesnaam? Nee, ook niet. Via die manier. Ja, dit is even pittig, want ik weet dus niet hoe we hier verder komen. Je kan hier wel naar boven, maar voor de rest houdt het op. Nog geen teken van Terry en Terry. Sorry. Ik denk dat we hier wel naar boven moeten. Want daar hebben we nog namelijk een stukje waar we ons aan kunnen vasthouden. En zo kunnen we verder komen. Het is wel een beetje klimmen en klauteren, maar als het goed is moet dit wel gaan werken. Ja, we komen in ieder geval hoger dan eerst. En we zijn een niveautje hoger. Dat is alleen maar positief. We moeten hier gaan springen. Zo. En dan gaan we hier via de zijkantjes kunnen wij ons vasthouden, denk ik. Het is een beetje Assassin's Creed dit, hè? Het voelt net als Assassin's Creed. Ik moet goed gaan springen. Want anders val ik dadelijk eraf. En dat willen we allemaal niet. We gaan verder kijken. Is wel een mooie toren. We komen in ieder geval verder. Hier gaan we naar rechts. En moeten we hier erin? Ik gok het van wel. Dit is de klokkentoren. Kunnen we nog verder omhoog? We kunnen verder omhoog. Maar we kunnen ook hier dit kapot maken, maar ik weet niet hoe ver we dan vallen. Ik doe dat maar niet. Wie weet moeten we dadelijk wel wat anders doen. Misschien moeten we het dadelijk wel doen. Oh! Ik dacht dat jullie ons nooit zouden vinden. Geintje zeker? We wisten de hele tijd al waar je was. Alsjeblieft. Bedankt voor het redden, jongens. Maar we kunnen hier niet blijven. De anderen moeten onze ontdekking over de TU-angst weten. Ja! Inderdaad. Nou, we hebben ze bevrijd. Jeetje, wat hebben we enge overkamer. Hebben. Tijd om de stad blauw te verven. Of in elk geval je favoriete monster. Maak je nieuwste grap in stijl af met deze grapsluiter. Oké. Dat hebben we vrijgespeeld. En we hebben een gouden ster gekregen. Dat is ook altijd heel fijn. En we hebben een beloning 750 punten. Kunnen we hier nog verder naar boven? Ik weet niet of we hierin kunnen klauteren. Ik denk het niet. Ik denk dat dit wel een beetje het hoogste puntje is. Misschien kunnen we hier nog wat dingen vinden. Ik denk dat dit ook allemaal afgesloten is. Dat we daar helemaal niet naartoe kunnen. Dat expres gedaan. Wel leuk om gewoon als in het spel dat ze dit hebben gedaan dat je hier kan komen. Kunnen we hier dit kapot slaan? Ik had gehoopt dat je hier doorheen kon door dat luik. Nou, dan laten we ons gewoon massaal storten naar beneden. Kun je de poort openen vanaf jouw kant? Moet ik een poort openen? Oh.
Oh, ik snap het al. Ja, die poort waar we eerst niet doorheen konden, omdat ze met werkzaamheden bezig waren. Ik snap het. Ik ga het proberen of het lukt. Ik zie daar nog wel een soort van geel of groen dopje. In plaats van de rood dopjes de groene. En groene zijn altijd wat speciaal dan de rode. Ik ga die eens even in de hoek pakken. Huppakee. Wat hebben wij? Het kruipbeton hebben wij vrijgespeeld. Kruipbeton, zeg maar. Helemaal niks eigenlijk. Misschien kunnen we onder het bruggetje. Misschien dat er ook nog wat spulletjes zitten. Er zit helemaal niks onder de brug. Een lampje. Ja, daar hebben we niet zoveel aan. En wat vinden we hier? We vinden nog een... Oh, gaan we grinden? Dat wil ik niet. Terug. Je kan ook niet eraf, hè, als je gaat grinden. Je kan niks doen. Oh, wel. Oké, dat heb ik dus nieuw ontdekt nu. Een triekloop. Ziet er heel creepy uit. Wat hebben we nog meer vrijgespeeld? Een pieterpeut. Ook leuk om te hebben. En een vlaggeske. En dan kunnen wij hopelijk de poort openen vanaf deze kant. Doen we dat gaan doen, weet ik niet. Ik denk dat we hem gewoon een klap geven. Kunnen we dat niet doen? Een schreeuw dan misschien? Kunnen we het niet kapot schreeuwen? Nee, ook niet. Dan wordt het een beetje lastig hoe we dit gaan doen. Hier zie ik wel weer een spelletje wat we kunnen doen. Ben je hier klaar voor? Ben je er klaar voor? Fantastisch. De klassenrace. We gaan hem eens doen. Uitdaging gestart. Wat moeten we doen? Dit is je doel. Oh, we krijgen weer die balletjes. Dit is de tijdslimiet. 1,5 minuut, 10 balletjes. Nou, dat moet gaan lukken. Ik voel dat het gewoon gaat lukken. 1, 2. Fantastisch. Nou, dit is zeker wel even easy, jongens. Super, nog eentje. Zeker weten easy. Woehoe! Geweldige prima. Finish. Nou, we kunnen ook die andere halen, want dat had ik gezegd, hè. We gaan voor de makkelijk en de normaal. Uitdaging gestart. Nou wil ik het wel. That was easy. Ik krijg een achievement. Wat krijgen we voor achievement, jongens en meisjes? We krijgen de achievement. En dat heet... Duurt even complete 5 challenges on easy. Dan denk ik als we deze voltooien, dat we ook 5 challenges op medium... Hè? Dat we die vrij spelen. In 1,5 minuut gaan we de bolletjes pakken. De bolletjes. Zo. Ja, ik weet niet wat we hier moeten doen. Of je nu moet grinden of zo. Ik weet niet of je terug moet komen naar dat stuk. We gaan eens kijken wat de bedoeling is. Of we dan ook terug moeten komen naar daar. Hier zitten wel heel veel bolletjes. Maar of het genoeg is om te halen. Want daar... Oh, daar gaat het nog verder, daar zie je het. Briljant. Zijn het genoeg bolletjes? Bijna klaar. Oh, dit gaan we daar wel halen, denk ik, hoor. Geweldig. Dit gaat best wel lekker. Maar er zitten bepaalde tactieken die we moeten halen. Ik wil die moeilijke wel gaan proberen. Ik denk dat we nu al een achievement krijgen ervoor. Krijgen we een achievement? Uiteraard moeten we eentje krijgen. Geweldig. Ja, hier. En we gaan er één op moeilijk proberen nog. Daar gaan we. Dat zou toch moeten lukken? Dit is je doel. Daar gaan we. Dit is de tijd. 35 bolletjes. Oeh. 1,5 minuut, 35 bolletjes. We gaan het eens proberen. Fantastisch. Ik weet niet hoe ik moet lopen. Ik gok dat ik deze weg moet nemen zo. Ik denk niet dat dat de goede weg is. Ja, ik weet niet hoe ze dat doen met het grinden, want je moet je later weer terug opkomen volgens mij. We gaan eens proberen hoe ver we komen in ieder geval. Zo. Grandioos. Zo ja, geweldig. Je moet helemaal om de gebouwen heen, zie ik nu ook. Dat hou je toch nooit. Nou ja, we kunnen misschien wel halen. Misschien wel. Maar dan moet ik iets gaan proberen. En ik weet niet of het gaat lukken. Het zou heel tof zijn als het werkt. Dat is namelijk hier. Hier eraf. Fantastisch. En dan in ieder geval nu dat tweede spoor nemen hier. Ik denk dat dat... ik krijg een beetje kippenvel. Dat betekent dat ik hem denk ik wel ga halen. Als ik weet dat hij doet. Je bent er. Moet toch eentje halen? Ja, ja, ik weet er toch één. En die zit daar, dat halen we denk ik wel hoor. In die paar seconden. Dat moet wel, we lopen er op ons gemakje op af. En yes, we hebben de moeilijke gehaald. Dit was een vrij pittige. Maar hij was te doen, hij was zeker te doen. Oh mooi, we hebben ze allemaal gehaald. Mooi zo. Ik ben helemaal tevreden en ik weet nu ook gelijk hoe we over deze dingen komen.
En daar is een nieuwe quest. Maar ik denk dat we nu gaan afsluiten, want we hebben alweer een lange video gemaakt. Tot de volgende aflevering. Vergeet niet te liken en te abonneren in binnen van het scherm. En tot de volgende Disney Infinity video. Doei doeg!